denk dat een van de meest besproken kritiekpunten tijdens de discussie was dat de millenniumdoelen vooral een top-down benadering hebben in plaats van bottom-up. Dus dat er meer geluisterd moet worden naar de individuele gedachtegangen van mensen in Latijns-Amerika in dit geval. En daarnaast vond ik dat er veel kritiek was op kapitalistische denkstromen en economische bewegingen en dat daardoor ontwikkeling wordt bewerkstelligd. Dus wel dat we naar een ander soort internationaal systeem toe moeten. Nou, wat ik hierover wil zeggen, ik vond het echt heel leuk om hieraan mee te werken. En ik vond echt dat het een interessante discussie was. En het viel me gewoon op dat mensen gewoon echt heel erg bevlogen zijn en geïnteresseerd in dit soort thematiek. In ontwikkeling in Latijns-Amerika. En ik vind dat hartstikke positief. Me parece que se discutieron elementos de las metas que no se discuten normalmente en un foro sobre las metas del milenio. O sea, que salieron temas sobre conocimiento, sobre justicia social, sobre perspectivas desde el sur, de los movimientos sociales. Y creo que hubo un proceso de diálogo sobre todo. En principio me parece muy importante que se reconozca a nivel oficial esa debilidad de las metas, que fueron una serie de objetivos que fueron diseñados desde arriba, ¿no? Ahora, ¿cómo operacionalizar una metodología que venga realmente desde abajo? Es el reto. Y ahí es donde yo quisiera ver cómo lo diseñan, porque eso implica estar abierto a formas de entender las relaciones humanas que son distintas, quizá, a lo que se habla en las metas del milenio. Por medio del teatro vos te expresás, dejas ver lo que vos estás sintiendo, lo que pasa con tu cuerpo y con tu mente cuando por ejemplo salís de tu país. Entonces por eso es el teatro importante, porque es la manera de expresarte y de dejar ver lo que está pasando con vos, cómo vos estás experimentando lo que te está pasando. Nico en ik zijn vorig jaar in december naar Mexico gegaan en toen hebben we een opvanghuis voor migranten in Ixtepec bezocht. Hebben we veel gepraat met de migranten daar, met Padre Solaline, dat is degene die dat opvanghuis leidt. En we hebben ook, we zijn een stukje meegereisd op de trein waar veel migranten mee rijden. Migranten die reizen op het dak van goederentreinen, omdat het een gratis manier is om de grens met de Verenigde Staten te bereiken. En daar hebben we eigenlijk een reportage van gemaakt, dus foto's en tekst. Zowel het gedeelte op de trein als het gedeelte in het opvanghuis. Dus we hebben eigenlijk geprobeerd om de realiteit van die migranten, hun persoonlijke verhalen, de gevaren waar ze tegenaan lopen, om dat met beeld en tekst te laten zien in deze expositie.